Dag, naast mij staat Hester Buijs. Je hebt samen met Wink Sabé een boek geschreven, Het Worst Bank Scenario. Waarin je een aantal zaken hebt blootgelegd. De grootste bankfraude ooit. En het gaat ook over netwerkcorruptie. Een heel belangrijk fenomeen natuurlijk waar misstanden uit zijn voortgekomen. Nou heb je een hoop gezien van binnen bij de banken. Door jouw werk als advocaat. Klokkenluiders bij te staan. Wat zie jij nou, wat zijn nou de drie belangrijkste punten misschien waarom je zeggen van dat zou nodig zijn in de bankensector om het vertrouwen terug te winnen in die o zo maatschappelijk belangrijke sector voor ons? Ik vrees dat ik dat niet met drie maatregelen ga redden, maar ik denk dat het belangrijkste is dat we gaan nadenken over het systeem. He, is dit eigenlijk nog wel het systeem dat we willen? Is het systeem nog duurzaam, houdbaar? Het systeem is zo dusdanig complex dat we eigenlijk allemaal niet meer weten hoe het werkt. Dus dat betekent dat eigenlijk een kleine groep daar heel erg van profiteert. En de rest is deelnemer in het systeem, maar weet eigenlijk niet wat precies de functie is. Dus ik zou eigenlijk zeggen van volgens mij kan het systeem veel transparanter en eenvoudiger. Is ook de vraag of we de banken zoals die nu bestaan, eigenlijk een soort ingewikkelde hedge-instituten, of we dat niet gewoon moeten ontmantelen en moeten kijken van hoe ziet dat systeem er in de toekomst uit en dat ook onze kinderen daar profijt van hebben. Maar dat betekent ook dat je dus transparant moet zijn of je agenda's op tafel durft te leggen met wat er gebeurd is afgelopen 15, 20 jaar. En er zijn allemaal verborgen agenda's. Er zit enorme politiek, dus dat is eigenlijk de derde punt zijn we dan inmiddels. Het baantjescarousel, de invloed van de politiek. Of eigenlijk, wat ik ook mensen probeer uit te leggen is dat politiek is niets. Hè. Politiek dat zijn wij zelf. Dat zijn de mensen die wij kiezen. En wat je nu ziet is dat heel vaak mensen even lid worden van een partij. Om vervolgens als minister ergens naar binnen te vliegen. En vervolgens regelen ze even wat er geregeld moet worden. En dat zie je dus heel erg in dat worst bank scenario ook. Eigenlijk is het niet zozeer follow the money, maar follow the people. En dan zie je dus dat die mensen op alle posities hebben gezeten die nodig waren om bepaalde ontwikkelingen in dat scenario te regelen. En ik denk dat je dan ook weer in die netwerkcorruptie zit waar we het vandaag over hebben. Precies. Jouw inzicht in die netwerkcorruptie heb je ook voor een belangrijk deel eigenlijk te danken aan jouw werk, het bijstaan van de klokkenluiders. En je hebt ook gezien dat de regeling, hè, de huis voor de klokkenluiders regeling, niet werkt. Op welke manier kunnen wij dit wel laten werken, zodat deze zaken die jij nu hebt onderzocht ook boven water komen? Nou, dat is gecompliceerd, omdat het vaak over grote misstanden gaat. Die dus ook juridisch grote consequenties hebben voor de opdrachtgever of de werkgever zelf. En daar zit volgens mij ook meteen het dilemma. Hè? Dus op het moment dat je zelf bij het Huis voor Klokkenluiders zit, gaat een opdrachtgever of een werkgever die het betreft, die gaat dat meteen helemaal zien als een onderdeel van de eventuele rechtszaken die nog gaan volgen. Dus daar zou eigenlijk gewoon heel goed over na moeten gedacht worden van ja, wat willen we nou eigenlijk precies bieden? Hè? Want het is natuurlijk hartstikke mooi, ik heb vandaag ook gezegd, Hetty van der Laar en die Frits Veerman, die vreselijke jaren moeten doorstaan als een soort van proefkonijn. En dan heb je uiteindelijk een papiertje. Krijg je een verklaring dat je in het maatschappelijk belang gehandeld hebt. Ja, de vraag is, wat heb je aan dat papiertje? Hè, wat willen we eigenlijk met het Huis van Klokkenluiders gaan bewerkstelligen? En ik denk dat er enorm veel geld voor nodig is. Dat er erkenning nodig is. Dat er sancties nodig zijn. Hè, en die hele wetgeving nu, die wordt maar mondjesmaat geïmplementeerd. Er is weerstand. Je ziet dat Nederland loopt achter. Er is al een infringement procedure gestart. Hè, dus een inbreukprocedure door Europa. Omdat die wetgeving er niet komt. Nee, daar zitten weer allemaal belangen achter. Mensen zitten er niet op te wachten dat dossiers, dat mensen in één keer nog meer rechten eventueel zouden kunnen krijgen bij het klokkenluiden. Dus er zit een enorme weerstand op het echt adequaat klokkenluiden. En zolang dat er is, heeft het helemaal geen zin om dit soort poppenkasten bijna, zou ik willen zeggen, op te tuigen.